Hallo allemaal. Ik hoorde dat jullie willen weten hoe je archeoloog kan worden. En daar wil ik best wat over vertellen. Maar wie ben ik dan? Ik ben Dick de Jager. Ik ben 58 jaar oud. En ik werk bij de gemeente Almere als archeoloog. En daarnaast woon ik ook al heel lang in Almere, al zeker 26 jaar. Zo, jullie hebben allemaal vragen mogen stellen. En de eerste vraag is natuurlijk van wat is een archeoloog precies? Nou, een archeoloog is iemand die het verleden onderzoekt aan de hand van resten die mensen hebben achtergelaten. Dat zou kunnen zijn een stuk aardewerk, zoals hier. Dit is een mooie pot uit de Romeinse tijd. Of vuursteen uit de steentijd. Die vinden we ook in Almere. En wat wel belangrijk is, is dat ik dan geen dino's onderzoek. Dat denken veel mensen, dat archeologen naar dinosaurussen zoeken. Maar dat is niet zo. Want dinosaurussen leefden lang voor de tijd van de mensen. Dus dat is een apart beroep. Dat heet met een mooi woord paleontoloog. Maar daar hebben we het vandaag dus niet over. Een tweede vraag die ik heel vaak krijg is, hoe kan het nou dat er een archeoloog bij de gemeente Almere werkt? Het was hier toch vroeger water? Ja, dat klopt. Het was hier vroeger de Zuiderzee. En dat is ingepolderd en daar wonen wij tegenwoordig. Maar als je ver genoeg teruggaat in de tijd, was het hier ook land. En in de steentijd hebben hier echt duizenden jaren lang mensen gewoond. En dat onderzoeken we. En bovendien zijn er uit de Zuiderzeetijd ook scheepswrakken te vinden. Die liggen ook in Almere. Priscilla, die wilde weten wanneer dat ik wist dat ik archeoloog wilde worden. Dat was relatief laat. Het was wel zo dat ik, toen ik opgroeide, toen woonde ik in Huizen, hier vlak aan de overkant van het water. Een oud vissersdorpje. En daar op de akkers en op de velden kon je pijpenkoppen vinden. Kijk, die zien er zo uit. Dat zijn pijpen uit de 17e of de 18e eeuw van de vissers. En die zijn daar op het land terechtgekomen. Dat vond ik leuk. Maar wat ik nog veel leuker vond, was om met mijn handen in de grond te zitten. En ik wilde graag tuinman worden. Nou, toen ik na school ging studeren, toen ben ik naar Wageningen gegaan. Daar kan je, weet je, een chique opleiding voor tuinman, zeg maar. En dat heb ik 2 jaar gedaan, maar dat was het toch niet helemaal. Dat ging niet erg goed. Dus daarna ben ik gaan denken van wat vind ik nou heel erg leuk om te doen. En dat was toch archeologie. Dus toen ben ik naar, toen was ik al 26. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan en ben ik daar gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Je moet je wel bedenken dat er allerlei verschillende soorten archeologie zijn die je kan gaan studeren. Je kan sowieso op verschillende plekken studeren, in Groningen of in Leiden of in Amsterdam. En dan moet je al heel snel kiezen, wil je Romeinse archeologie gaan studeren of steentijdarcheologie of middeleeuwse archeologie of Egyptische archeologie. Dat kan allemaal. Archeologie van Zuid-Amerika of wil je juist in de monumentenzorg werken. Of juist in het publieksbereik, dus verhalen vertellen over de archeologie. Dat zijn allemaal verschillende kanten van de archeologie die je kan kiezen. Helene die wilde weten wat een archeoloog de hele dag doet. Ja, dat hangt weer een beetje vanaf waar je terechtkomt. Ik heb vroeger heel veel in het veld gewerkt. Dus echt opgravingen gedaan in Italië en heel veel in Duitsland ook. En ook in Nederland, in Limburg en Zuid-Holland. Maar ik heb ook heel veel veldverkenning gedaan, zoals dat heet. Dan ga je het veld in en dan ben je op zoek of naar scherven of resten van mensen die aan de oppervlakte liggen. En je kan heel veel informatie vinden door te boren. Dat heb ik ook heel veel gedaan. Sinds ik bij de gemeente werk, zit ik vooral binnen. Ik zit achter mijn bureau en ik kijk waar er gebouwd gaat worden in Almere en of daar dan archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Vaak is dat wel zo. En dan bekijk ik ook wat voor soort onderzoek moet gebeuren.
En dat wordt dan uitgevoerd door archeologische bedrijven. Soms doe ik voor de lol nog wel eens zelf een grondboring. En daar word je lekker vies van. Sterre, die had een bijzondere vraag of ik wel eens een tank gevonden heb in de grond. En nee, dat is me nog nooit gebeurd. Nou, zal een tank ook niet zo gauw in de grond terechtkomen, hè? Maar je kan wel allerlei dingen uit de oorlog vinden. Ook al ben je naar iets heel anders op zoek, daarboven liggen dan vaak toch dingen van de jongere tijden. Zo heb ik een keer in Emmerich gegraven, dat is vlak over de grens in Duitsland, naast een kerk. En daar vonden we een hele grote bunker. En het was heel gek, want niemand die daar woonde wist nog dat die bunker daar geweest was. En wat we in Almere gaan doen, dit jaar nog, is ook wel bijzonder. Dat is een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Die ligt in het water in de Markermeer en die gaat ook geborgen worden. Mensen willen graag weten wat het mooiste is wat ik ooit gevonden heb. Nou, dan kan ik denken aan een bronzen broche die ik in de opgraving in Italië heb gevonden. En die was wel 15 centimeter groot en nog helemaal goed. En die was 2600 jaar oud. Dus dat is heel bijzonder. Maar ik word ook altijd heel erg blij als je alleen maar wat verkleuringen in de grond hebt. En dat je daar dan aan kan zien dat daar een huis uit de steentijd of uit de bronstijd of uit de Romeinse tijd heeft gestaan. En als ik dan wat dichter bij huis kijk, dan een mooie vondst is wat pas geleden nog is gedaan. Is een heel groot anker is ook in het Markermeer gevonden. En die is ook, nou, toch zeker 300 jaar oud. Gianni, die was nieuwsgierig naar wat er gebeurt als je botten vindt in een opgraving. Ja, dat gebeurt heel veel natuurlijk. Want dat kunnen botten van dieren zijn. Hè, van koeien of schapen of varkens of van wilde dieren zoals herten. En dat is dan voedsel dat de mensen gegeten hebben. Dus dat vertelt hoe die mensen geleefd hebben. Maar het kan ook zijn dat je menselijke botten vindt. En dat is altijd een beetje bijzonder. Het vertelt heel veel over het leven en de dood van vroeger. Maar je moet er natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee omgaan en met respect. Gianni wilde ook weten hoe je botten kan dateren en wat er met botten gebeurt nadat het onderzoek is afgelopen. Dateren, dat kan met de zogenaamde koolstof-14-methode. En daar heb je een laboratorium voor nodig. Dus dan worden de botten opgestuurd naar Groningen of naar Zweden, gebeurt ook wel. En dan na een paar maanden komen de botten terug met de datering. En wat er dan daarna mee gebeurt, ja, dierlijke botten en hele oude botten, die gaan naar het depot. En sommige menselijke botten, die wat jonger zijn, die worden ook wel herbegraven. Farida, die wil graag weten wat het leukste is en wat het minst leuke is aan een archeoloog te zijn. Ik vind zelf het leukste om het verhaal te vertellen. Als er een opgraving is geweest of een onderzoek is geweest en er is een wetenschappelijk rapport van, en om dat te vertalen zodat het begrijpelijk is voor de mensen in de stad. Dat doen we veel in Almere. We hebben een aantal archeologische vindplaatsen ook ingericht samen met de mensen van de stad. Dat vind ik het leukste. Ja, het minst leuke is natuurlijk als er ergens gebouwd wordt en de mensen hebben niet opgelet en er verdwijnen archeologische resten zonder dat het echt onderzocht is. Helaas gebeurt dat nog wel eens. Maar ja, dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen natuurlijk. Of ik nog tips heb van hoe je archeoloog kan worden? Ja, vooral je school afmaken en doorstuderen. Daar gaan wel wat jaartjes in zitten natuurlijk. Dus als dat nou niet lukt, of als je daar geen zin in hebt, of als je een andere werk vindt, dan kan je ook altijd nog archeologie als hobby beoefenen. Er zijn veel archeologische hobbygroepen in Nederland, ook in Flevoland. Dus misschien is dat ook een idee. Daar kunnen kinderen ook lid van worden. Zo, ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb kunnen geven van wat een archeoloog is en wat een archeoloog doet. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden.
Nou, ik hoop dat we elkaar binnenkort weer in het echt kunnen zien. Dag.